Ja, waar hebben we nou naar zitten kijken, vrienden? Nou, in ieder geval, ik heb gekeken. Urenlang. Ja, naar AT5. Ja, daar werd het allemaal live uitgezonden. Dat hele gedoe met die buitenlandse studenten. Ja, die mogen dan hier in Nederland komen studeren. En die besluiten dan uit dankbaarheid om de boel te komen vernielen in Nederland. Ja, en universiteit bezetten ook. Ja, en daar een ravage achterlaten van heb ik jou daar? Nou, je wist gewoon niet wat je zag. Ja, nou, niet te geloven zeg, hé. En barricades opgooien en maken maar een rotzooi van en een puinhoop. En dat gaat dan onder het mom van demonstreren. Nou zeg, alsof die mensen daar in Gaza, alsof die slachtoffers, alsof die daarmee geholpen zijn met dit soort. Wat een puberale wanvertoning. Het leek ook alweer een beetje op de Hare Krishna. De hele tijd zo'nzelfde mantraatje, zo'n liedje weer afdraaien met z'n allen. Ja, Krishna, dat. Oh, nou zeg. En ik denk, wat is dit voor een wanvertoning? Ja, en die politie die moet dan ingrijpen, ja. En ik, nou, ik had me daar een ontzag voor die politie. En ik dacht bij mezelf, nou, wat knap als ik daar gestaan had als agent. Ja, dat had ik wel eventjes doorlopen toe zeggen. Want ze liepen ze maar te treiteren en te beledigen en te spugen en met stenen te gooien en weten en van alles en nog wat. En dan moet je maar cool blijven als agent. Nou, en ik dacht steeds bij mezelf, nou ja, er kan wel even een tandje bij, dat kan wel even een beetje. Maar nee, dat deden ze niet. En ze bleven rustig. En het werd keurig achter elkaar, werden ze afgevoerd en niks aan de hand. Maar dan, vrienden, dan schakel ik naar Nieuwsuur. En dan geloof je oren niet. En dan denk je, nou, ik zit in een ander land. Hoe is het mogelijk? En daar wordt dan gewoon verteld, zonder een kleur op hun hoofd te krijgen daar bij het Nieuwsuur, dat de politie, die heeft te veel geweld gebruikt. Nou zeg, woedend was ik. Gescholden heb ik naar die tv. Dat Nieuwsuur, hoe durf je gewoon? Die politie heeft zich buitengewoon goed gedragen daar. En geen woord over die studenten. Die daar een puinhoop hebben gemaakt van heb ik jou daar. Die daar een klerenzooi, die dus alle stenen uit de straat hebben gehaald. Die daar het hele Amsterdam lopen te vernielen. Geen woord erover, nee. Ze zeggen de politie heeft te veel geweld gebruikt. En gelijk liet ze een meisje zien. Die zei van ja, maar kijk eens even hier zeg. En ik heb een blauwe plek. Ja, vind je het gek? Die politie heeft wel een paar keer gevraagd of je wil opsodemieteren. Dat doen ze namelijk met zo'n megafoontje. Ze zeggen, als je dat niet doet, dan krijgen we een korte lat. Waarschuwen ze keurig. Anders de lange lat. Waarschuwen ze keurig. En als je onvoorkomen met honden. Nou. He. En als je dat dan niet doet, ja, dan krijg je een tik. Gek, hè? Hoe is het mogelijk? En dat noemt dan Nieuwsuur, die noemt dat dan te veel geweld. Nou, het is werkelijk schandalige berichtgeving. Dat is het gewoon, niks anders. Nee, het is bijna, ja, op nationale tv, fake nieuws.